fameuze MD-11. Herkenbaar aan zijn motor 2 in de staart. Ja, echt het leukste vliegtuig wat de KLM gehad heeft. Ik heb een van de MD-11'en langzaam geboren zien worden, noem ik het altijd. In een grote fabriekshal waar dan al langzaam alle stukjes bij elkaar komen en gekoppeld worden. Daar ben ik 4,5 maand bij geweest. Ja, dat schept een band met het vliegtuig natuurlijk al. Ja, ze worden te duur. De onderdelen raken op en ja, op een gegeven moment komt er een economisch keerpunt waarop je hem niet meer rendabel kan vliegen. Brandstofverbruik is te hoog ten opzichte van de moderne kisten. En dat is heel jammer voor ons, want wij werken er heel graag aan. Nou, ze gedragen zich ook als vrouwen, kan Erik perfect uitleggen. Je moet ze op een bijzondere manier behandelen, de MD-11'en. En als je lelijk tegen een MD-11 doet, nou, dan bijten ze in je kont, dan is het afgelopen. Nou ja, de motor is eigenlijk niet anders dan de motor die onder de vleugel hangt. Het grootste verschil is dat hij dus boven in die staart zit. En dat maakt het natuurlijk voor technici lastig te bereiken. Dus een uitdaging. Onderstel in het midden, had winglets die vrij groot waren met een puntje naar beneden ook nog een keer. En ja, dat is gewoon het uiterlijk. En je hebt bij ons heb je toch altijd al Boeing en Douglas had je vroeger heel erg. Ja, die MD-11 is inmiddels opgekocht door Boeing, zeg maar. Douglas hoort nu bij Boeing. Ja, dat werd een extra spelletje natuurlijk. Dat was er toen al van, ja, je bent een Boeing-man of je bent een Douglas-man. Ja. Je bent voor Volkswagen of ben je voor Opel, daar moet je het mee vergelijken. Ja, ja, meer Alfa Romeo en Volkswagen dan. Precies. Vroeger was je trots als je een auto kocht waar op een gegeven moment elektrische ramen in zaten. Dit is het enige en eerste vliegtuig wat elektrische deuren heeft. Vrij uniek. Dat zie je niet vaak. Oh, het is lekker warm hier. We zitten hier in de cockpit van de MD-11 en hier is goed te zien hoe groot de ramen om ons heen zijn, zodat je perfect uitzicht naar buiten hebt. Ja, dat is uniek. Je kan echt overal 180 graden om je, kan je kijken, links, rechts en naar voren. En tijdens start en landing kan je ook, omdat je op de middenstoel heel hoog kan zitten, kan je terwijl die aankomt vliegen heel mooi de baan zien liggen en zo. Het voelt als een soort scheiding. Ja, misschien, ja. Zo kun je het wel zien. Het is eigenlijk ook het overlijden natuurlijk, want ze worden uiteindelijk uit elkaar gehaald in Amerika om aluminium her te gebruiken. Maar dat doet wel zeer. Het voelt wel een beetje als een soort scheiding, dat je het overlijden van een partner. Onze vrouwen gaan weg. Hier sluit een mooie periode af. Einde van een hele mooie tijd voor ons.